veel leren, mijn school afmaken en mijn best doen. Tja, heel herkenbaar, hè? Vol frisse moed het nieuwe jaar in. Het is meer een ritueel, het hoort bij ons. Een moment om eventjes stil te staan. Wat ga je dit komend jaar, wat zijn je plannen, wat wil je bereiken dit komend jaar? Maar ja, zie het maar eens vol te houden. Vorig jaar zou ik gaan sporten, maar dat is hem ook niet geworden. Ik heb meerdere malen gezegd dat ik zal stoppen met roken. Nou, maar is het nog steeds niet gelukt. 80% van de Nederlanders heeft dit jaar goede voornemens gemaakt. Maar slechts 16% houdt dat doorgaans ook vol. De meesten geven het na 2 tot 3 weken op. Als je het na 3 maanden nog volhoudt, dan is de kans groot dat het je het hele jaar lukt. Maar waarom gaat het zo vaak mis? Omdat we niet de rust nemen om er even over na te denken. Punt 1, wat is nou mijn goede voornemen? Is dat echt iets wat ik wil bereiken het komend jaar? En punt 2, is het realistisch wat ik wil bereiken? Dan heb je een week goede moed en dan ga je er vol voor. En na die week val ik tenminste meestal weer terug en in mijn patroon. En meestal bedenk je ook veel te moeilijke voornemens, ja. Dus dan lukt het toch niet. De top 3 van goede voornemens is al jaren hetzelfde. Nederlanders willen zich minder druk maken, afvallen en meer sporten en bewegen. Hoe pakken we dat aan? Begin met 1 ding. Dus begin met trainen. Onderzoek heeft aangetoond dat als je begint ergens en je gaat trainen, regelmatig trainen, dat die andere dingen die komen wel. Hè? Als je je voelt, je lekkerder gaat voelen, dan ga je ook beter eten. Ga je beter slapen? Dat klinkt goed en misschien ook wel logisch. En wil je afvallen? Zorg nou gewoon dat je geen snoep, chips of frisdrank in huis hebt. Gooi het gewoon in de prullenbak. Daar moet je beginnen. Als het niet binnen handbereik... Als ik een bak chips binnen handbereik heb, dan eet ik hem ook leeg. Had je nooit een gouden medaille gewonnen? Nee. Dus ik zorg gewoon dat het in de kast bij ons staat. Bijna geen snoep. Of het nou gaat lukken of niet, de meeste Nederlanders gaan er in ieder geval wel weer voor. Spreek elkaar op 31 december weer, oké? Okay? Jij gaat in ieder geval gemotiveerd je goede voornemens volhouden. Ja, ik wel. Net zoals vorig jaar. Dus nu moet het ook gaan lukken. Daar hou ik je aan, hè? Ja, is goed. Succes. Dankjewel.